Hallo mensen van Manneker en welkom bij deze nieuwe video vol met nieuwtjes en ook hele leuke filmpjes en files en dat soort dingetjes. Maar als eerst dit. Hebben jullie überhaupt al deze skin die gisteren in de shop is gekomen? Deze Doggo skin. Is heel erg raar. Ik heb hem gegift gekregen. Ik weet niet of ik er zo blij mee ben. Ik ben natuurlijk super dankbaar dat ik hem als gift heb gekregen, die skin. Maar ik vind hem echt niet leuk eigenlijk, die skin. Hij is zo derpy. Hebben jullie die skin? Zouden jullie misschien willen als je hem nog niet hebt? Laat hem zeker weten. Misschien geef ik hem wel weg aan een van jullie. Zou natuurlijk kunnen. Laat het zeker weten in de reacties. Doe ik even die dikke duim omhoog meteen om deze video lekker te beginnen. Er worden natuurlijk ook elke keer Fortbytes gevonden in de map. Die worden elke keer, je kan er steeds meer vinden. En de nieuwste, dat is Fortbyte 32, ligt bovenaan. Boven bij Junk Junction in de buurt. Coördinaten zijn C1. Maar je moet een tier 28 Kyo pet hebben op je rug om die te kunnen pakken blijkbaar. Ik wist niet dat dat zo was. Het is de eerste keer dat ik zo'n Fortbyte in een video stop dat je die daar kan vinden. Want ik wist het allemaal niet. Dat je echt per se dus die tier 28 Kyo pet op je rug moet hebben om dat ding te kunnen zien en op te kunnen pakken. Wist ik niet. Wisten jullie dat? Ik lees alle reacties trouwens voor deze keer. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie dat wisten. Hier is het volgende plaatje. En dit is een hele rare skin. Stel je dus voor als deze skin misschien in de shop zou komen. Zou je deze skin kopen? Deze hele mooie banaan. Die iets te realistisch uitziet misschien. Die een beetje vies eruit ziet op deze manier misschien. Ik zou hem wel grappig vinden. Maar ook alweer een beetje vies op de een of andere manier. Omdat hij toch wel heel erg naakt aanvoelt. Heb ik hier alle skins die zijn uitgekomen tot nu toe. We zien rechtsonder allemaal Marvel outfits. En als je het niet kan zien, wat ik helemaal begrijp natuurlijk. Er staat een linkje in de beschrijving van deze video. Waar je gewoon lekker naar deze video op kan klikken. Om dit allemaal beter te bekijken. Want je ziet dus de Legendary, Epic, Rare en Uncommon. En Common zie je ook nog eens. De Commons zijn natuurlijk de hoe noem je die? De normale skins. De no-skins zijn dat. En Epic zijn er wel echt super veel. Die Legendary zijn meestal 2000 V-Bucks. Epic volgens mij 1500. Rare 1200 V-Bucks. En Uncommon zijn meestal 800 V-Bucks volgens mij. En die Marvel zijn er dus twee aparte. Ja, vet hoor. Ik kan niet wachten hoe het er volgend jaar uitziet. Misschien zie ik jullie volgend jaar terug hier zo. Op 27 mei 2020. En dan gaan we dit nog eens bekijken. En misschien is het dan wel verdubbeld. Fortnite fans zijn ook nogal creatief. Want hier zie je bijvoorbeeld iemand die zo'n skin in een hele andere stijl heeft getekend. Heel mooi gemaakt. Een soort van manga stijl als ik het goed heb. Ik heb geen idee hoe dat allemaal heet. Maar hoe zou je dit vinden als de game dit in zo'n stijl zal zijn? Ik zou het denk ik persoonlijk niet vet vinden. Ik zou het dan misschien niet eens spelen of zo. Ik hou natuurlijk van Pokémon. Pokémon is ook zo'n soort zelfde tekenstijl. Maar ik zou het dan niet spelen. Dan is de game helemaal meteen anders of zo. Hier heeft iemand ook nog een andere tekenstijl gebruikt. Dit spreekt me weer iets meer aan, denk ik dan, om dat te spelen. Ik weet niet, ziet er wel een beetje cheap uit dit, maar wel vet. Welke vind je het tofste van deze twee die ik net heb laten zien? Of deze, nummer 1 dus. Of deze nummer 2. Laat het zeker eventjes weten. Dan heb ik hier alweer de filmpjes. Dus let heel goed op. Dan gaan we hier beginnen met het eerste filmpje. En hoppakee. Daar gaat hij. En someone sign this guy up. Kijk. Dit kan toch niet? Hoe kan je zo goed dit ontwijken? En nou heeft hij zichzelf geboogiebomd. Dan gaat hij zeker dood. Ja. Ja, nee, dan baal je. Ik wil nog één keer zien, want deze guy die werd... Die boogiebomde iemand in ieder geval. En dat deed hij niet zomaar. Hij deed gewoon boogiebommen. En die guy lijkt hem als een malle en die ontwijkt zo als een schoot. En foep, is hij weg. En boogiebomt zichzelf en gaat hij dood. Fortnite, are you okay? Fortnite, fix je game nou eens en zorg dat het allemaal perfect werkt of zo. Jongen. Waarom werkt dat me nog steeds niet goed? Dit is ook wel iets heel erg naars. Want je kan natuurlijk rebooten bij de reboot fan. Maar je hebt dan spawn protection voor zo'n 5 seconden of zo. Maar degene die spawn protection heeft, die kan jou wel gewoon raken. En dat is het nare eigenlijk eraan aan die reboot fan. Dus je komt net van die reboot fan af. Je hebt een pistool. En iemand wil je killen. Nadat je gereboot bent. Maar hij kan je niet killen door de spawn protection. Maar jij kan diegene wel killen met je pistool.
Dat is toch super oneerlijk? Eigenlijk zou Fortnite gewoon een regel moeten verzinnen. Dat als je gereboot bent en je gebruikt je gun, dat dan meteen je spawn protection weg is. Want ja, je bent gewoon een soort van god. Je bent in god mode en je kan dus niet eens gedamaged worden. Het is... ja, ik zelf vind het best wel oneerlijk eigenlijk, moet ik zeggen. En dan hebben we hier een filmpje bij Junk Junction. En dit is bij de Fort Byte die ik net heb laten zien. De locatie waar je die kan vinden. Je moet natuurlijk wel die backpack hebben dus. En ze hebben dat ook allemaal, zie ik. Ze hebben allemaal dat vosje als backpack. Daar ligt die Fort Byte. Maar er zijn altijd mensen die dit allemaal verpesten voor iedereen. En die komen er zo aan. Met een gun. Die denken, oh, nice. Gratis kills. En hij killt iedereen. Ja, weet je. Wat doe je er tegen als iemand op je begint te schieten? Wat doe je er tegen? Hij pakt dat ding ook nog. Heel vies. Heel vies van dit mannetje dat hij dit zo eventjes heeft gedaan. Gaat hij eerst iedereen killen en dan pakt hij hem zelf. Wees eerlijk. Zou je dit zelf ook zo doen? Zou jij zelf ook iedereen killen? En dan de Fort Byte pas pakken? Als ik misschien een keertje een slecht dagje heb, zou ik dat misschien nog wel doen. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik denk het wel eigenlijk. Ja. Oké, we hebben hier de blok. De blok heeft nu op dit moment zo'n schip erop staan. Maar als je hier in dit schip staat, moet je niet ineens denken van, oh, ik ben bij Lazy Lagoon, heet dat nu. Want als je dan dit gaat gebruiken en je wil daar gaan looten bij die andere huizen bij Lazy Lagoon. En dan kom je erachter dat je bij de blok bent en je schiet jezelf gewoon zo uit de map. Dus je moet niet, als je in de blok bent en je gaat op het schip zitten, denken dat je ineens in Lazy Lagoon bent. Want voor je het weet, schiet je jezelf gewoon uit de map en is het helemaal game over voor je. En dan baal je denk ik wel echt als een... als een malle, zoals ik eigenlijk altijd wel zeg. Deze guys, die zitten hier te fighten. Alleen, ja, je hebt niks. Deze heeft niks. Dus voep. Ik weet niet hoe dit mogelijk is. Maar hij is gewoon, of zij is gewoon dus hierboven gekomen. Terwijl het volgens mij niet eens mogelijk is. Zoveel geluk gehad. Door die impuls. Die haar gewoon daarboven heeft geïmpulst. Waardoor degene die op haar schoot... haar helemaal kwijt is. En nou is ze gewoon veilig. En wie weet hoe ver ze is gekomen. Is het trouwens... dit is echt heel oud of niet? Ik wil er nog één keer kijken. Je ziet dus de vrouw. En de andere guy komt er iets later aan. En die pakt de wapens voor de neus weg. En je gebruikt impuls. En voep, je bent weg. Best wel een beetje dom van die guy. Die denkt van... waar is hij nou? Waar is hij nou? Waar is hij nou? En het zoeken. En ik kan haar niet meer vinden. Een beetje dom. Misschien moet je omhoog kijken. Maar ja, ik vind het wel een heel grappig filmpje. Ik vind het wel... wel, dit is wel, was wel een plekje waard voor in mijn video, hoor. Heb je hier nog een filmpje? Want dit is een goede tip, blijkbaar. Je kan dus mensen killen als ze gaan riften. Hoppakee, zag je dat? Nog één keer, dit ging heel snel. Let goed op. En je hebt een tactical in je hand, bijvoorbeeld. Diegene gaat riften. En pof! Je kan blijkbaar... dus net nadat je gerift bent, kan je nog schieten. Dat wil ik eigenlijk ook wel een keer gaan testen. Nou, ik zelf haat eigenlijk Neo Tilted, of ik haat het niet. Maar ik hou niet zo van die nieuwe plekken. En deze persoon ook niet. En ik weet nog niet waarom. Ik ben wel heel benieuwd. Huh? Zo gebeurt er niks. Hoe dan? Deze guy heeft dus zo'n bow, maar die schiet gewoon door het gebouw heen. Let goed op. Nog één keertje. Deze guy heeft een boog, maar die schiet gewoon door het gebouw heen. Hoe kan dit? Is dat... komt dat door de connectie? Komt dat door het gebouw dat je er doorheen kan schieten? Dat het gebouw niet goed is gemaakt? Het kan allemaal. Ik weet het niet. Maar om deze reden zou ik Neo Tilted ook alweer best wel een beetje haten. Dan heb ik hier nu het allerlaatste filmpje. En ja, die ga je nu gewoon zelf kijken zonder mij. Het heeft te maken met Avengers Marvel. Als je de film nog niet hebt gezien, dan raden ze het aan om dit filmpje niet te kijken. Maar geniet ervan, jongens. Laat het even een like achter. Gebruik mijn support en creatorcode. Staat boven in de beschrijving. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.